ben ik uit de auto gesprongen, heb die tas gepakt, ben ik in het water gesprongen met tas en al. En die tas onder water gedouwd, weet je. Mijn verhaal. Er was een hondenwagen die achter me. En waar zit het hem dat in, dat je hem super vindt geworden? Dat mijn verhaal is. Ieder verhaal op twee kanten. Na 20 jaar komt mijn verhaal. Iedereen kan zeggen over mijn dit en dat. Ik zal nooit op de politie gaan schieten. Ik zal nooit op een politiebekend inrijden. Dan ben je altijd verliezen. Dat weet je van tevoren. Ja, het was heel leuk. Leuk proces. Heel veel geleerd. Ik weet nu hoe ik een bank moet overvallen. Dus dat is altijd mooi meegenomen. De film is gemaakt door documentairemaker Jay Oliveira. Hij volgde John een half jaar. De voorpremière miste hij bijna omdat hij gisternacht werd opgepakt vanwege het illegaal plakken van filmposters en omdat hij een stroomstootwapen had. Het was spannend, het was moeilijk. Politieagenten waren overigens wel heel aardig. Behalve eentje die mij heeft aangehouden, die had zijn dag niet, maar... Gelukkig is alles goed gekomen en ik ben er gewoon bij. Dus. John Jansen maakte deel uit van de beruchte Juliette-bende, die in de jaren 90 verantwoordelijk was voor hashhandel, ontvoering en afpersing. Daarnaast was hij ook bankovervaller. Nadat hij zijn straf had uitgezeten, gooit Jansen zijn leven drastisch om. Een deel van de 2,5 miljoen euro die hij in de staatsloterij won, gaf hij aan de voedselbank. Ik heb ook lange tijd een afzondering gezeten, maar dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik ben. Ik vond het wel heel apart. Nu heb ik een heel ander gezicht op John. Ja, want wat is het beeld wat je hebt gekregen van John Jansen? Heel goed mens. Het beeld wat je nu door de film hebt gekregen is wel dat hij gewoon een goede man is. Maar wel een crimineeltje nog steeds is een beetje. Maar hij is wel goed geworden.